Dames en heren, jongens en meisjes, welkom weer bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik niet alleen, ik ben weer met... Murat Han. We zijn elke dag samen met Murat Han. Ik word gek van hem soms. Oh, deze jongen. Ja, man, dankjewel. Vergeet niet te abonneren, hè? En te liken, of niet, Murat Han? We doen zoveel moeite voor deze mensen, maar niemand abonneert. Stak. Ik heb geen vrienden. Nee, zeg. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag 3 keer steken uitleggen. Dat is een bijzondere verrichting die je kunt krijgen op je praktijkexamen. Of het is bocht achteruit, 3 steken of half draaien of recht achteruit rijden. Plus parkeren kun je krijgen, vooruit, achteruit, file parkeren, etc. Maar nu gaan we beginnen met 3 steken. You ready? Ja, yeah, ready. Oké. We gaan eerst even wisselen, dan ga ik het voordoen. En dan kunnen mensen ook zien hoe het moet. En dan ga jij doen. Is goed. Top! Nu ga ik jullie uitleggen hoe 3 steken moet. Tip, doe dit altijd bij stoepen, hè, dat je links en rechts een stoep hebt. Ga niet bij een kruispunt dit doen, want dat wordt heel lastig. Oké, ik ga beginnen. Ik zet hem in zijn 1. Kijk eerst om me heen of het veilig is. En als het veilig is, zet ik mijn kniplichten aan naar links. Eerst laat ik de auto rollen. Een klein beetje rollen en dan kan ik volop helemaal naar links sturen. En dan ga ik naar de stoep toe rijden natuurlijk. Draai ik hem 1,5 slagje terug voordat ik die stoep raak. En ik mag die stoep raken. Zachtjes. Dit mag. Zet ik hem eens achteruit. Bij elke stop die je doet, moet je echt om je heen kijken. Want als er iemand komt, laat je diegene voorgaan. Dus bij alle bijzondere verrichtingen is dat. Als er iemand komt, laat je die voorgaan. Ik zie nu niemand. Eerst doe ik rollen en dan begin ik helemaal de andere kant weer op te sturen. Nou, nu zie ik een auto komen, maar ik blijf rustig. Ik draai weer terug, net voordat ik die stoep raak. Zet ik weer in zijn 1. Nou, hij stopt voor mij, kijk ik daar weer rechts, komt niemand. En dan ga ik rustig weer draaiend, rollend, mijn weg weer vervolgen. En dan kijk ik weer om me heen, na controle. That's it. Duidelijk? Ja. Oké, nu ga jij. Yes, Muratan, nu mag jij zelf 3 keer steken doen. Nee, weet je dat ik trouwens met je meedoe eerst? Of zeg je van, ja, nee, ik kan dit zelfstandig. Ik kan zelfstandig. Oké. Let's go. Wallah billah, was aan het remmen. Wallah billah, was aan het remmen. Maar waar is de koppeling dan? Je hebt de koppeling niet eens in. Jawel, ik had die wel in. Nee. Jawel. Ik zie hem niet. Oké, maar je hebt die nu in. Oké. Doe even opnieuw. Waar ging het fout dan? Naar de remslos? Ging het fout? Kijk, ik rem. Die auto gaat alleen maar naar voren. Ja, maar je moet niet... Heb ik geremd tijdens de oefening? Nee. Nee, hoe deed ik het dan? Je gebruikt die koppeling heel rustig. Ja. Ja. Dit gaat wel in één keer goed. Oké. Nee, stuur maar terug. Stuur maar terug. Hey, je begint al verkeerd. Je begint al te sturen terwijl je eerst moet rollen. Eerst rollen. Wallah, ik rem. Hé, hey, maat, ik rem. Je moet niet remmen. Oké, maar... Je moet de snelheid bepalen met de koppeling. Die auto vliegt in één keer naar voren. Nee, je doet de koppeling niet goed. En daarom doen we dit oefenen. Kijk, wat je moet doen, is de koppeling, die beheers je heel rustig. Oké, dat deed ik. Je moet niet zo doen, zo loslaten. Of iets harder loslaten, waardoor die auto harder rolt. Snap je? Je moet hem rustig bedienen. De koppeling... Met de koppeling bepaal je nu jouw snelheid, niet met jouw rempedaal. Begrijp je mij? Ja. Hoor je mij wat ik zeg? Ja. Ik ben hier. Ja, ja. En zo naar jou, hè? Dank je. Oké. Probeer het. Rustig. Oké. Koppeling rustig. Niet loslaten. Spelen mee. Spelen mee. Rustig. En sturen. Koppeling hou vast, hè, op diezelfde plek. Helemaal sturen. Helemaal. Stuur weer terug. Koppeling weer in. Stuur terug. Stuur terug. Ja. Goed zo. En rustig naar voren nog rollen. Want je hebt de stoep nog niet geraakt.
Ja, kom maar, kom maar, kom maar. Zoveel is genoeg, denk ik. Kom maar, je hebt ruimte nodig. Je moet veel meer naar voren. Niet remmen. Speel mij die koppeling. Juist, kijk, nu heb je geraakt. Oké, okay. En nu? Moet je achteruit. Ja. Hij is nog niet goed in zijn achteruit. Ja, hij heeft je kapot. My baby. En dan moet je helemaal... Nee, eerst. Eerst laten rollen. Ja. Koppeling weer in. Ja, is de koppeling weer omhoog. Speel je met die koppeling. Speel met de koppeling. Die bepaalt je snelheid. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Je mag hem tikken. Waar gaat hij tikken, man? Dat is nog steeds niet getikt. Ja, nu wel. Oké, okay, en dan? En dan doe je weer terug naar 1. Mm-hmm. En dan weer laten rollen. Ja. En hier draaien. Waar gaat het nu fout? Ik was te laat met... Juist. Stuur. En nu raak je de stoep weer. Ja, we doen niet en 3. Dan? We gaan niet nou, jij zei in het begin dat het makkelijk was. Ja, is ook maar. Dit krijg je al 4 keer doen. Niet 3 keer, maar 4 keer. Oké. Okay. Heb je om je heen gekeken? Ja, nu wel. Oké. Okay. Nu is het simpel. Ik rij hem weer bij. Nee. Ik draai even helemaal naar links. Laat alles los. Yes, dan kan die man ook makkelijker langs. Nou, weet je waar het vooruit gaat, Muratan? Je nee. kan de koppeling niet rustig bedienen. Doordat je de koppeling te hard loslaat, heb je geen controle. Ja. Dat gaat fout. Snap je wat ik bedoel? Ja. Wat gaat er fout? Die koppeling kan ik niet goed besturen. Je laat hem te hard opkomen. Ja. En je moet ook sneller gaan sturen. Ja. Nog een keer? Is goed, kom. Oké. Okay. Oei, oei, oei. Ah, kijk, dit keer gaat wel goed. Ben benieuwd. Goed begin. Je hebt ook terug kunnen sturen, maar dat is nou niet zo'n belangrijk puntje. Kom maar. Ja, dit mag niet. Oké. Okay. Ik rem bij. Ik hou je tegen. Waarom? Waarom? Heb je om je heen gekeken? Ja. Nu wel. Oké. Okay. Kijk om je heen, niet alleen hier naartoe. Kijk om je heen. De camera moet niks boeien. Echt, je moet alleen maar bezig zijn met wat er om je heen gebeurt. Je hebt hem bijna goed. Kom op. Ja. Ik hou hem tegen. Ik kijk wel omheen. Ja, maar ik hou je tegen. Je moet helemaal sturen. Helemaal. Ja, kijk. En dan heb je het gehaald. Zie je het verschil? Ja. En dan kun je gelijk door. Ja, toch? Moet dat dan? Even stoppen. Hoe vind je het gaan? Goed, man. Ja, waar kan je het nou beter in horen? Eerst die controle met die ding. En dan vroeg sturen.
sneller sturen ook, hè? Sneller sturen. Ja, want je stuurt te langzaam. Maar als je dan te langzaam stuurt, ja, dan je hebt geen goede draaicirkel. Je komt bij die stoep uit. En daarom sneller sturen. Dat is 1. Meer om je heen kijken, dat is 2. En die koppeling rustiger bedienen. Duidelijk? Ja, man. Nou, wij gaan hier verder mee aan de slag. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tot de volgende keer.